klacht van de dag. Mijn naam is Jacco Holthuis. Ik werk als senior klachtbehandelaar in het team Ombudsplein van de Nationale Ombudsman. Mijn klacht van de dag is een klacht van een mevrouw die ons belde. Zij was bezig met de verlenging van haar rijbewijs. Dus zij had bij het CBR gevraagd om haar medische geschiktheid te beoordelen. En die mevrouw klaagde er eigenlijk over dat het CBR daar wel heel erg lang over deed en steeds om aanvullende stukken vroeg. En ze maakte zich zorgen dat haar rijbewijs zou verlopen en niet op tijd verlengd zou worden. Ik heb het dossier bekeken. Daaruit bleek wel dat mevrouw op tijd was begonnen met het aanvragen van haar gezondheidsverklaring. Dus ik heb toen contact opgenomen met het CBR om te kijken of er wat spoed achtergezet kon worden. En het CBR heeft toen laten weten dat de aanvraag van mevrouw bovenop de stapel kwam te liggen. En uiteindelijk hebben ze de gezondheidsverklaring met enige voorrang toegekend. Mijn tip is om de aanvraag voor een gezondheidsverklaring op tijd in te dienen. Dus dat betekent zo'n 4 maanden voordat je rijbewijs gaat verlopen. Zo kom je niet in tijdnood. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen, iedere dag. Hebt u een klacht? Laat het ons weten.